Mijn naam is Gerard Nas en dit is mijn vriendin Steffi. En Steffi legt moeilijke dingen makkelijk uit. Steffi helpt je op het internet, leert je hoe je moet e-mailen, hoe je moet surfen. Maar sinds een tijdje helpt ze je ook met het betalen via het internetbankieren, het kopen van een NS-kaartje. Ze vertelt je wat er gebeurt als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, enzovoort, enzovoort. Oké. En want we zijn hier vandaag op het congres van Vraag Raak. Ja. Is dit een doelgroep van jullie? Jazeker. De website is voor mensen met een leerachterstand. Mm-hmm. Dus mensen die om allerlei redenen niet zo makkelijk normaal lezen en de informatie tot zich nemen. Maar naast mensen met een verstandelijke beperking, die voornamelijk hier zijn en hun verwanten, wordt de site ook heel erg veel bezocht door senioren. Mm-hmm. Dus mensen die wat ouder zijn, omdat er veel over nieuwe technologie op staat. En ook door mensen die, zoals je dat tegenwoordig zeggen, laaggeletterd zijn. Laaggeletterd. Dus mensen die moeilijk lezen en schrijven. Mm-hmm. En dan zijn er inmiddels ook 1,5 miljoen in Nederland. Dus. Oké. Is dat een aanzienlijke doelgroep? Ja, vrij grote doelgroep. Oké. En wat, hoe werkt dat precies, Steffi? Nou, je gaat naar het internet en je tikt daar www.steffi.nl in. Mm-hmm. En dan krijg je je uitleg. Ik zal bijvoorbeeld een voorstel iets harder zetten eventjes. Internetwerk. Nou, hier zit een knopje verder, de stand Nederland staat vol met computers. Deze computers zijn met elkaar verbonden door telefoonkabels. Op elke computer staan heel veel pagina's, zoals een krant of een tijdschrift. Een verzameling pagina's noemen we een website. Elke website heeft zijn eigen publieke adres, net als een huis of een kantoorgebouw. Zo'n adres noemen we een URL. Ook de site waar je nu bent heeft een URL, namelijk www.steffi.nl. Okay. Duidelijk? Ja. Als fragment? Dus Steffi.nl legt eigenlijk uit hoe je gebruik kunt maken van het internet. Correct. En wat legt het nog meer uit? Hoe je een kaartje kunt kopen voor de trein. Mm-hmm. Hoe je kunt chip knippen. Mm-hmm. Hoe je geld uit de muur kunt halen. Hoe je, wat er gebeurt als je dan meer in het ziekenhuis wordt opgenomen. Hoe de AWWZ in elkaar zit, even spieken. Hoe je moet surfen. Er zitten ook wat games op, spelletjes. We zijn ook op het moment bezig met het programma rond veiligheid. Dat hier in dit congres ook aan de orde komt. We zijn bezig met een programma over stoppen met het roken en over afvallen. Gewoon eigenlijk dingen rond moderne techniek. En meedoen aan de maatschappij op een goede en gezonde manier. Oké. En want u geeft net aan dat jullie bezig zijn met veiligheid. Ja, dit congres gaat ook over veiligheid. En op welke, in welk opzicht doen jullie daar wat mee? Nou ja, als je het internet opgaat, dan zijn er ook heel veel gevaren tegenwoordig. Je kunt zonder dat je het weet iets bestellen waar je voor moet betalen. In allerlei communicatie, websites en chats kun je mensen tegenkomen waarvan je aan de andere kant niet weet wie er zit. Dus er zijn toch allerlei dingen waar je goed mee op moet passen. Even goed als je op moet passen voor virussen en dat soort van ongemakken. En zijn er een aantal tips die je kunt geven om veilig te internetten? Ja. Ik zou beginnen met goed je omgeving te vragen om mee te kijken wat je aan het doen bent. Mensen die al wat meer op het internet zijn geweest, ook tips vragen. Ik heb het ergens allemaal netjes op een papiertje staan, dus zo uit mijn blote hoofd. Maar gewoon de normale voorzorgsmaatregelen die je ook treft als je de deur uitgaat. Dus niet tegen iedereen je naam zeggen, niet aan iedereen zeker je telefoonnummers of andere gegevens doorvertellen. Niet met mensen afspraken gaan maken, zeggen waar je woont. Dat lijkt mij om te beginnen wel heel belangrijke dingen. Oké. En waar kunnen mensen nog meer informatie vinden over Steffi? Nou, Steffi is een onderdeel van Mediawerk Zetnet.
En wij hebben twee leerplaatsen, leerwerkplaatsen, waar we mensen met een beperking opleiden voor multimedia. Mm-hmm. Dus ook een echte opleiding die we samen doen met het ROC. Dus mensen kunnen ook een echt diploma halen. En daar kunnen ze ook terecht voor allerlei informatie. Een van de opleidingen zit in Nijmegen en de andere zit in Amsterdam. Oké. En kunnen ze deze informatie ook online? Ja, ze gaan gewoon naar www.znet.nl. Znet.nl. Znet.nl. Dat is allemaal te vinden. Oké. En Steffi heeft ook een website, hè? Dat is www.steffi.nl. Met twee F's, zoals je het uitspreekt. Oké. Dankjewel voor je tijd. Tot je dienst.